Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Jozef Willems arbeider in de fabriek van Koelman in Zelzaten. Hij werkt voor de Duitse bezetter, maar keert 's nachts terug om de installaties te saboteren. De laatste maanden van de bezetting wordt Jozef verklikt en moet hij samen met zijn gezin onderduiken. In de kelder van een bakkerij, samen met mijn grootmoeder en 3 kleine kinderen, waarvan dat jongste eigenlijk nog maar een paar maanden oud was. En mijn grootmoeder zei altijd, en hij zat daar met zijn pistool, wij moesten ons wegsteken achter de trap, dat was van beton. En hij zat met 1 enkel pistool en heeft gezegd, over mij lijkt dat het mij over heeft, van zodra de deur hier open gaat en er komt een Duitser naar beneden, dan is het schieten om te hebben. Maar zegt hij, dan ga ik het ook niet overleven. Maar hij ging zich nooit gewonnen geven. Dus hij was wel een mens met karakter. Philippe is zelf militair en draagt zijn uniform nog voor de bloemenhulde op de Grote Markt in Zelzaten. Hij is erg geïnteresseerd in de verhalen van de bevrijders en verzetstrijders en doet nu een oproep naar inwoners van Zelzaten en omgeving. Specifiek naar de periode van de Tweede Wereldoorlog zijn het verzetsleven, actief en passief verzet, en ook de bevrijding. Dus we zijn bevrijd in Zelzaten door een Poolse divisie en ook een Canadese divisie. En ik zoek getuigenissen, foto's, documenten, allerhande, zodanig dat wij dat dan achteraf in een boek kunnen zetten. En dus aan de Zelzaatse bevolking ons boek kunnen meegeven. Zodanig dat zij onze geschiedenis terug kennen. Philippe kon het volledige weerstandsdossier van zijn grootvader inkijken en kopiëren. Jozef Willems zou wagons en treinsporen gesaboteerd hebben. In België waren ongeveer 20 verzetsbewegingen. Bijna 10 daarvan zijn actief geweest in Zelzaten. Wie daarover getuigenissen en documentatie heeft en over het leven onder de Duitse bezetting, kan alle informatie doorsturen naar Philippe Willems.